Na de 2-2 thuis tegen Spakenburg moest RVVA vanmiddag op bezoek bij Rijnsburgs Boys, dat nog volop in strijd is voor een plek bij de eerste 7. En dus graag van RVVA zou winnen. Maar RVVA heeft de punten onderin ook zo hard nodig. Bij RVVA Roy Rijntjes in de goal. Vanwege het ontbreken van zowel Danny Spelder vanwege een blessure en Jeroen Kloosterman die een afgelopen donderdag getrouwd is. Eerste schermutselingen voor de goal van Roy Rijntjes. Gaat de bal naar de linkerkant. Komt hij bij Marvin Wijks. En die probeert het dan met een schot door naar binnen te gaan. Maar dat valt in handen van Roy Rijntjes. Dus. Dan Ismaël Seelen. Die stuurt Roderick Gielissen richting de 16. Maar dan kan RVVA tijdig uitkomen. Nou, krijgt de bal niet goed weg. En wordt hij weer opnieuw ingebracht door René Troost. Maar die gaat dan over de zijlijn. Dan wat geknoei bij Rijnsburgs Boys achterin. Jordi van Dam weet dan te onderscheppen. De bal gaat via Benjamin Marta naar Renzi Baradas. En die wil dan teruggeven naar Benjamin Marta. Maar dan is Nick Kuipers op tijd terug. En levert de corner verder voor RVVA niets op. Dan wederom een fout op het middenveld nu. Is het wederom Jordi van Dam die onderschept. De bal gaat naar Benjamin Marta. En die komt dan met een schot. Maar dat gaat dan over en naast. Nick Kuipers, de bal naar de linkerkant, naar Marvin Wijks. Die regelmatig gevaarlijk was. Komt dan met een schot. Dat wordt dan gepareerd door Roy Rijntjes. Maar dan is het Joost Leeuwenaert die weer kan opvangen. Gaat de bal naar René Troost. Gaat hij weer naar Marvin Wijks. Dan wordt hij ingezet in de 16. Maar dan kan RVVA dan toch voor opruiming houden uiteindelijk. Jeffrey Vlug. Bal naar de zijkant. Naar Roderick Gielissen. Komt met de voorzet. Wordt hij in de 16 weer gekopt in het centrum. Maar dan kan RVVA weer opruimen. Marvin Wijks weer. Aan die linkerkant. Regelmatig gevaarstichtend. Komt dan met een schot en dan zit Roy Rijntjes. Die moet dan stompen. En dan komt de RVVA er uiteindelijk dan toch weer uit. En nu keeper Richard van Nieuwkoop. Die gaat daar gigantisch in de fout. Renzi Baradas kan opvangen. Speelt de bal breed naar Benjamin Marta. En dan hebben we 31 minuten op de klok. En komt de RVVA goedkoop aan een 0-1 voorsprong. Het gaat goed fout achterin bij de Rijnsburgse boys. En RVVA weet daarvan te profiteren. Kijk. De bal zo in de voeten geschoven bij Renzi Baradas. En die ziet dan Benjamin Marta staan. En die rondt het keurig af. RVVA dus op een voorsprong. Wilco Oudenaarde terug naar John van Vught. Komt hij nu bij Jordi van Dam. En dan een slim hakje van Benjamin Marta. En dan een snoeihard schot van John van Vught. Maar dat gaat dan maar net naast de goal van Richard van Nieuwkoop. Ismaël Seelen met de bal naar Joost Leeuwenaert. Maar die staat buitenspel. Geen doelpunt derhalve. Roy Rijntjes. Een verre uittrap. Die valt dan voor de voeten van Renzi Baradas. Je kan hem voorgeven op Benjamin Marta, maar dan kan hij hem daar net niet bereiken. Is Jeroen Hessing tijdig terug om erger te voorkomen voor Rijnsburgse boys. Ingooi richting Leeuwenaert. Damien Vreken bij hem. De bal naar Wijks toe. Gaat om zijn tegenstander heen en dan paast hij de bal richting René Troost. En die vindt het hoekje achter Roy Rijntjes en na 38 minuten spelen staan we weer gelijk in Rijnsburg. Rijnsburg komt naast RVVA. Goeie actie van Wijks wederom. Balletje breed richting René Troost. En die vindt de hoek 1 tegen 1. Renzi Baradas. Vrije trap ingezet. Een kans voor Jordi van Dam. Maar die bal die gaat een meter over de goal. Dan een vrije trap van Nick Kuipers. Breed gelegd. Maar in de handen van Roy Rijntjes. Die dan het spel weer hervat met een uitbal richting Roy Weber. Die komt dan met een hele goede bal op Remco Buist. Komt de keeper de goal uit. En dan kan hij hem er net niet voldoende overheen stiften. Waardoor het gevaar eigenlijk alweer in de kiem gesmoord is. En dan zitten we nu zo tegen de rust. Leonard de bal terug naar Wijks. Die komt met een lange voorzet. Maar dat is een vangbal voor Roy Rijntjes. Dan komen de Rijnsburgers weer. Leeuwenaert naar de zijkant nu. Via Seelen komt hij bij Vlug. Die komt met de voorzet. En dan is die kruislinks wordt hij dan ingekopt door Joost Leeuwenaert. Sneuvelrijder RVVA, maar 2 minuten in blessuretijd is het dan toch ineens 2 tegen 1.
een goede voorzet en een dito kopbal. En gaan we rusten met een tussenstand van 2-1. De tweede helft. Gelijk een kans voor RVVA. Het is Jordi van Dam die de bal voorgeeft. En dan is het Nick Kuipers die bijna in eigen doel werkt de bal. Met Wilco Oudenaarde in de rug. Maar is het keeper Richard van Nieuwkoop die erg kan voorkomen. Dan een bal ingedraaid door Robert Kooijman. Een vrije bal. Levert toch weer gevaar op voor die goal bij Rijnsburgse Boys. Leon Stekentee. Lange, hoge bal. En dan gaat het achterin bijna een falikant fout. Met onder andere Jeroen Hessing en Richard van Nieuwkoop. Dan weer een bal van Robert Kooijman ingedraaid. En maar net voorlangs de goal. In dat eerste kwartier, 20 minuten na rust, was RVVA de sterkere partij. En wordt dat hier onderstreept door een schot van Renzi Baradas. Wat via de paal naast verdwijnt na een cornerbal. Maar dan zo na zo'n 60, 65 minuten is het Rijnsburg wat weer overneemt. En is het hier Jeroen Hessing die inkopt. Waar Rijntje staat op zijn goede plaats. Marvin Wijks. De bal richting Nieke Ossevoort. En die schiet dan maar net over. Dan was de ingevallen Martin van Ewijk. En dan een goede combinatie. En dan is het Jeffrey Vlug die Rijnsburgse Boys na 72 minuten op 3-1 zet. RVVA was in die eerste fase van de tweede helft de sterkere partij. Verzuimde dat niet af te ronden, zichzelf daarmee te belonen. En dan neemt Rijnsburgse Boys het over en is het ineens 3-1. Marvin Wijks weer aan die linkerkant. Gaat goed door. Komt dan met de voorzet. En dan is het Martin van Ewijk die maar net naast schiet. Joost Leonard. Bal teruggelegd naar Ismael Seelen. Hakje naar Vlug toe. Marvin Wijks. En dan is het Roy Rijntjes die moet redden. En dan blijkt Joost Leonard buitenspel te staan. Wat gaf aan, als Rijnsburgse Boys even aanzetten, dan was het toch gelijk weer gevaarlijk. Martin van Ewijk weer. Bal op Joost Leonard. En die komt dan vrij makkelijk langs Damien Vreken en schuift de bal ook langs Roy Rijntjes. 10 minuten voor tijd is de stand 4-1 en lijkt de wedstrijd definitief beslist. Maar RVVA gaf niet op. Renzi Baradas over de linkerkant gaat goed door. En dan is het in het centrum Marvin Richard die over de bal heen stapt, waardoor Remco Buist bij de tweede paal kan binnentikken. RVVA komt 4 minuten voor het afluiten op een 4-2 tussenstand. Steven Suarez, bal naar Leon Stekentee. Ook Steven Suarez was ingevallen. Komt hij bij Robert Kooijman. Die probeert het dan van afstand, maar die bal die gaat een meter over de goal van Richard van Nieuwkoop. Dan valt de bal ineens voor de voeten van Marvin Richard via een kluts met Renzi Baradas. En dan zitten we ineens op 4-3. Wat gaat dit nog worden? 1 minuut voor tijd is de stand 4-3 geworden. En is een ruime 4-1 voorsprong van de Rijnsburgse Boys is in één keer aan het verdwijnen. RVVA gaat er dan in geloven. Remco Buist kopt de bal weer richting het centrum. Valt hij voor de voeten van Renzi Baradas. Die gaat daar de 16 in. Blijft balbezit en schiet dan snoeihard. Maar dan zijn het de vingertoppen van Richard van Nieuwkoop die de 4-4 voorkomt. Dan zitten we inmiddels in de ruime blessuretijd. Marvin Wijks gaat nog een keer goed door. Geeft de bal voor. En dan is het uiteindelijk Martin van Ewijk die na 94 minuten spelen de stand op 5-3 brengt. Scheidsrechter van de Burg liep daarna ook niet meer aftrappen, waardoor dus dit ook gelijk de eindstand was van deze wedstrijd. RVVA verliest met 5-3 van Rijnsburgse Boys en het wordt nu wel heel penibel voor de Ridderkerkers. Na afloop zijn er ook nog interviews opgenomen met RVVA-speler Jordi van Dam en trainer Nieke Oosterlee van Rijnsburgse Boys en dit alles te zien op RVVA TV.